Maar ik denk dat een van de sterkste, ook van het cordon sanitair, die ons het voordeel heeft gegeven om niet af te wijken van onze principes. En ik ben mij ervan bewust dat een aantal kiezers overgestapt zijn van het Vlaams Belang naar N-VA. Want als ik lees en zie wat sommige kopstukken van N-VA zeggen, dan is dit eigenlijk Vlaams Belangtaal dat ze spreken. Dat zijn dit Vlaams Belang. Als Franken op een debat zegt van ik kijk en ik luister naar wat het Vlaams Belang zegt en ik leer daaruit, dan denk ik toch dat wij op de goede weg zijn. En ik moet zeggen, het is altijd onze visie geweest. Vlaams Belang is er niet op uit, enkel en alleen op uit, om ergens in een meerderheid te zitten. Wij willen ons programma uitvoeren en wij merken dagelijks, wekelijks, al jaren aan een stuk, dat een aantal punten, een aantal programmapunten van onze partij zijn uitgevoerd. Ik verwijs naar het vermaledeide 70-puntenplan, waar ondertussen, ik denk ongeveer een dertigtal punten reeds zijn uitgevoerd door andere partijen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.